ze waren ook best wel goed soms, echt heel erg goed. Wij hadden het af en toe best moeilijk, blokkerend, kwamen er niet helemaal uit, waardoor we het verdedigd ook heel zwaar kregen. Terwijl de start-out eigenlijk best wel goed was, waardoor we zeg maar wel steeds bijbleven, maar net niet het verschil steeds konden maken, waardoor zij wel in de buurt blijven. Ja, dan wordt het boven de 20 toch elke keer weer spannend, afgezien van die tweede set. Die derde, vierde win je dan toevallig, gelukkig. Niet toevallig, maar gelukkig. Maar die eerste, die verlies je dan. Ja, het was toch een wat zware bevalling, zou ik willen zeggen. Was wat dat betreft misschien ook wel een echte bekerwedstrijd? Ja, hoort een beetje bij het bekervolleybal. Een beetje slordig volleybal. Ja, ik denk het wel. Want elke set die je verliest is een set dichter bij uitschakeling. Zo kun je het ook zien. Voelde soms een beetje gestrest en gehaast. We moeten die gasten eigenlijk gewoon met 3-0 wegklappen. En dat lukt dan niet. En zij spelen best wel goed. Dus krijg je best wel veel weerstand. Op een wedstrijd waar je misschien niet zou willen verwachten. Of hoop dat het wat minder is. Dat wij er wat makkelijker bovenuit steken. Dat hoort inderdaad gewoon een beetje bij het bekervolleybal, denk ik. Dat is altijd zo. Was dit misschien wel jouw beste wedstrijd ooit voor Amy's of Liqueurs? Je eindigt op plus 17. Dat weet ik niet. Ja, misschien wel. Het was aanvallend ging het wel redelijk goed. Ik hecht ook misschien meer waarde aan de wedstrijden tegen Dynamo die ik een keer mag starten. Tegen Orion, waarbij ik inkom en we het om weten te draaien met 3-2. Dit is ook een hele belangrijke wedstrijd. Maar hier ook verwacht ik het van mezelf dat ik hier wel gewoon goed volleybal tegen een wat minder goed team. Ondanks dat zij het heel goed doen. Dus tegen Orion en Dynamo staan we ook nog heel dichtbij. Maar zeker... dit seizoen gaat het goed, gaat lekker. Ik kan echt van meerwaarde zijn, ben ik heel blij mee. En dat het dan misschien mijn beste wedstrijd is, ja misschien wel, ik weet het niet. Ik heb nog niet alle wedstrijden teruggezien. Dus als ik jou goed hoor, dan wil jij de halve finale tegen Orion? Dat weet ik niet. Ik heb wel wat goed te maken, want uit ging het vorige keer tegen Orion niet zo goed. Maar ik denk dat JJ gewoon begint. Hij doet de laatste tijd ook gewoon ontzettend goed. Tegen Dynamo was hij thuis heel goed, tegen Orion uit was hij ook heel goed. Ja, ik hoop gewoon als hij het een keer een steek laat vallen dat ik dan de kans weer krijg.